Ik sta op het station van Kuik voor een reis via twee overstappen naar Kerkrade in Zuid-Limburg. Ik ga alleen, want degene die nou filmt, die heeft corona gehad. Niet hard roepen, dus die is nog een beetje positief. Dus die mag pas over 2 dagen mee. Ik ga dus starten aan de Dutch Mountain Trail. Dat is de langste en zwaarste wandeltocht van Nederland. In ieder geval de zwaarste. Het gaat over 100 kilometer en 700 meter. Daar gaan we 5 dagen over doen. Ik start dus de eerste 2 etappes alleen. Daarna haakt Miranda in. En ik ga eens een keer met de trein. Eerste klasse, natuurlijk. De eerste klasse is helemaal vooraan. Ja. De eerste 2 kilometer zitten erop van de Dutch Mountain Trail. Het waren pittige kilometers. Van station Kerkrade naar de eerste slaapplek van deze tocht. En dat had een slechtere kunnen zijn. Ik slaap vannacht in een abdij. Abdij Rodoek in Kerkrade. In het Limburgse heuvellandschap. Hey schat, nou, ik ben er. Ja, de eerste kilometers zijn gedaan, hè? De eerste etappe zit erop. Ja. Goed, ik ben aangekomen. Ik ga mijn slippertjes aantrekken en we spreken elkaar nog later. Is goed. Oké, goedje. Doeg. Doeg. Bier drinken. Take the bandage off his eyes. Take the bandage off and then go down. Om een beetje indruk te krijgen van de Dutch Mountain Trail, de route die we gaan lopen, dus uiteindelijk is deze kaart. Je ziet, de trail is een beetje als een W gemarkeerd in het Limburgse landschap. Hij loopt van de oostgrens in Duitsland naar de westgrens bij België. Vandaar staat dit traject, Kerkrade Vaals. Op het programma. Dikke 20 kilometer. Duitsland. Dit hier is de beruchte Westwall, ofwel de Siegfried-Linie, neergelegd in de jaren 30 door Hitler met vooruitziende blik. Hij wilde namelijk zorgen dat de geallieerden niet via de westkant Duitsland binnen zouden vallen. Zo had hij zijn handen vrij voor bestorming van Rusland. We liggen hier dus in het landschap, echt over de hele route, ligt er bezaaid mee. Het ziet er meer uit als Toblerone-blokken, minder lekker alleen. Thank you.
Oké, guys, even wat informatie nog over de Dutch Mountain Trail. Vorig jaar in 2020 hebben ze bedacht, ter gelegenheid van het 10e jubileumjaar van de Dutch Mountain Film Festival, om een echte bergroute hier in Nederland aan te leggen. Nou, bergroute in Nederland klinkt ambitieus en groots, maar ze wilden de Nederlandse avontuurlijke reiziger in deze tijd van corona en klimaatverandering toch de gelegenheid bieden om een gave avontuurlijke wandeling door het Nederlandse landschap te kunnen maken. Dat hebben ze bedacht aan de hand van 7 bergtoppen. De eerste zie je hier achter me liggen, dat is de Schneeberg, die ligt in Duitsland. En die 7 bergtoppen die markeren die hele Dutch Mountain Trail route over 100 kilometer en 700 meter. Nou, of dat die avontuurlijk gaat worden, dat is nog maar even de vraag. De eerste 13 kilometer waren redelijk vlak, maar ik zal zien of dat het inderdaad avontuurlijk is. 7 bergtoppen, de eerste 257 meter hoogte. Niet direct een alpenreus, maar het is er één. Oké, vanaf hier gaat de beklimming serieus beginnen. Hier moet ik achter me de hoogte in naar de top van de Schneeberg. Oeh, nou, dat gaat in één keer een stukje langzamer. Dit is serieus de hoogte in. Maar ja, kan gelukkig nooit ver zijn. Nou, dat is hem dan. De top van de Schneeberg. Teleurstellende van het hele verhaal is, er is nergens markering of zo. Nou. Oh joh, kijk. Ah, nou weet ik hem. Kijk, dit is het markeringspunt van de top van een van de Seven Summits. Hier, ik weet niet of je dit ziet. Hangen een paar schoenen. Die hebben we al eens keer eerder ergens op een boom zien hangen. Dus, hey, Schneeberg, berg nummer 1, 257 meter. En nu op naar een koude pils. Aangekomen in Vaals. Op dit moment, kijk maar. Ik ben weer in Nederland. Dag 2. Vannacht dus in Vaals geslapen, loop ik nog steeds. En voor me ligt direct al de Vaalse berg. En aangezien er in Vaals geen enkele straat recht loopt, is het al meteen omhoog. Maar in ieder geval, Griekse yoghurt zit erin met honing en noten. Ik sliep vannacht bij de Griek. Fantastische plek. Eén nadeel, je ruikt een beetje naar het tzatziki de rest van de dag. Maar goed. Dag 2, op richting Waalwilliger. Hoogste punt van Nederland, 322 meter. Nederlands hooggebergte. Ja, direct bij dit hoogste punt ligt ook het drielandenpunt. En het drielandenpunt, dat is misschien wel even leuk om te weten, is pas het drielandenpunt sinds 1920. Daarvoor was het namelijk het vierlandenpunt. Welk land dan naast Nederland, België en Duitsland? Wel nu, dat was
Nieuw Moresnet, ook al bekend als Neutraal Noresnet. En dat landje dat bestond van 1816 tot 1920. Als een neutraal gebied is later door België overgenomen in 1920. En valt nou onder de provincie Luik. Kijk, geen drie landenpunt dus, maar vier. Dit is het punt. En nog eens, om nou te zeggen of het hier mooi is, nee. Maar goed, dat weet elke Nederlander. Ondertussen is Vaals verworden tot een of ander toeristisch hoogtepunt. Between brackets, of course. Hey, ik ga verder. Ik ga mijn route zoeken. Ik had het vanochtend gekscherend over het Nederlands Hooggebergte, maar de Limburgers nemen dit uit te serieus. Ik liep net door het dorp Veilen heen, je ziet het hier achter me liggen. En Veilen noemt zichzelf Bergdorp. Het heeft ook de hoogst gelegen kerk, geloof het of niet, ze hebben zelfs hun eigen sneeuwbrigade. Ongelooflijk maar waar. Ondertussen is het tering koud geworden. Het is niet warmer dan 10 graden, het is koude, snijdende wind. Dus ik heb extra jasje aangetrokken en het wordt alleen nog maar slechter de komende dagen. Morgen wordt het ietsjes warmer, maar daarna wordt het alleen maar regenen, regenen, regenen. Nou, mooi vooruitzicht dus. Voorlopig nog maar een kilometertje of anderhalf en dan ben ik in Waalwiller. Ik moet dus die kant op en als het goed is zie je daar in de verte achter me een toren op de berg staan. En dat is de IJsberg. Die staat morgenochtend als eerste op het programma. Kijk wie daar is. Het meisje. Meisje. Gaat ook mee op de komende 3 dagen. Zeker. We even aansterken en frisse lucht happen. Ja. Dag 3. En vandaag lopen we van Waalwiller naar een heel klein dorpje dat heet Vosberg. En tijdens die route gaan we ook nog eens keer over 2 bergen heen. De IJzerberg en de Gulpenberg. Maar zoals je ziet, ik ben niet meer alleen. Ik ben er ook weer bij. Miranda is er ook weer bij. Fit? Ik hoop het, we gaan het meemaken. Gaan we best doen. Witblauwe stickers zijn de stickers die de route aangeven van de Dutch Mountain Trail.
Helaas is de route maar voor 3/4 gemarkeerd met deze stickers. Maar je hebt natuurlijk een boekje en je hebt een ook zo handige app, dus dat je toch redelijk op de route weet te blijven. Ondanks dat, gisteren toch een kilometertje omgelopen, terwijl ik aan het uitzicht genieten was, route kwijt. Maar goed, voorlopig gaan we goed. En hier achter ons loopt de IJzerberg recht omhoog. Zie je op de top. Nou, daar is hij dan. Derde top van de tocht. 197 meter hoogte, de IJzerberg. En om te bewijzen, daar hangen ze, de schoentjes. Komt ook. Ga toch even proberen. Je kan er wel doorheen. Nou, we kunnen dat. Nee. Vierde berg van de route. De tweede berg van vandaag dus. Gulpener berg. We zijn er. Het Voshoes. Het is dag 4, 4 mei. En zoals je ziet, het weer is volledig omgeslagen. Het is zuidwesterstorm. En vanaf morgen verwacht dus pas echte heftige regen. Vandaag van het Voshoes naar een andere ellendige plek in de wereld.
We gaan naar Noorbeek en daar zit een van de slechtste hotels van Nederland en daar slapen wij vannacht. Tot die tijd twee bergen. Hakkenberg en Kattenrot. Uurtje of 7 lopen, zijn we weer een kilometertje of 17 verder. Fit? Ja. Goed geslapen ook? Iets minder. Iets minder goed geslapen. Beetje tochtige herberg. Ja. Maar wel leuk. Uur. Hakkenberg, net over de grens in België, 252 meter hoog. Het is de vijfde berg in de Tour en de eerste berg van vandaag. Daar gaan we de schoenen weer. Die grenspaal daarnet. Waar we België in gingen, dat wordt ook wel het drielandenpunt genoemd. Beetje misschien uit het verband getrokken, maar de Walen nemen dit erg serieus. We zijn de grens met Wallonië gepasseerd. De informatie staat dan ook hier allemaal in zijn Frans. Dus het drielandenpunt: Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Ça va? Ça va bien? Oui, oui. Ah. À tout à l'heure. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. We staan op de top van de Kattenrot. 209 meter hoog. Wat top, wat was de zwaar dag vandaag. Het is weer op een Noorbeek. Eigenlijk de top. Er staat in één keer windkracht 27. Viering. Hey, maar geen schoenen hier op het Belgische traject. Dus snel door naar Noorbeek. Warmte in. En een beetje bon riposte. Nee. Een beetje goed uitgerust. Bon riposte. Ja. Bon riposte. Hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval, het is dag 5. 5 mei is het. En we hebben vandaag een lekkere korte etappe. Met 12 kilometer naar het plaatsje Eijste aan de Maas. Klaar? Yes. Blaar. Let's go. Hoe is je blaar? Pleistertje zit erop. Goed zo. Let's roll. Nog het op het journaal gehoord. De koudste 5 mei ever in Nederland. Of 10 jaar denk je daar aan terug, hè? Waar was jij op die bewuste 5 mei? Ja. Het grutst en het plens staan alle kanten om ons heen. Wij zitten toevallig nu nog droog. Ideetje voor de volgende trip.
Santiago de Compostela, 2300 kilometer vanaf hier. Ja, makkie. Lijkt het je wat? Ja, ik doe mee. Oké. Okay. Oké, okay, even een kleine update vanuit het plaatsje Eijsten. We staan dus nu bij het pontje, of we zitten bij het pontje hier zo. Met het pontje zouden we morgenochtend normaal gesproken de Maas overgaan. Om van daaruit dus langs de Maas in België richting Maastricht toe te gaan. Nu staat er een bordje dat die uit de vaart is gehaald. En dat is ook ergens wel logisch, want je gaat een grens over op dit moment. En dan kan je dus België niet in. De Belgen willen ons nog niet hebben. Toen dacht ik, nou weet je wat, we bellen een taxi en we rijden helemaal om. Maar ook de taxis rijden nu natuurlijk niet naar de overkant toe. Nou is er wel één mogelijkheid nog, alleen die is 8 kilometer omlopen. Dus dat betekent dat de tocht van morgen 15,5, 16 kilometer en ik heb 24 kilometer gaan worden. Dat is een behoorlijk stuk. Dat kunnen we. Dat is op zich ook geen probleem, alleen we hebben er niet zo'n zin in. Dat is een ander verhaal. Dus we gaan even researchen. Misschien dat onze Griekse vriend bij wie we het hotel hebben nog een oplossing weet. Misschien wil die ons wel een stukje brengen. Voor een paar tientjes. Voor een paar tientjes, ja. Illegale taxi. Ja. We gaan eens even iets uitzoeken. We gaan eens even iets regelen. We hadden mazzel vanochtend bij het ontbijt. Was de patron van het restaurant, van de toko, die kwam ons het ontbijtje brengen. Maar die kon ons echt niet brengen. Hij was met de bestelauto, twee zitplaatsen. Andere meisjes moesten ook ontbijten, uitchecken. Dus ja, we gingen uit dus van de 8 kilometer extra. Totdat onze vriend Nikos aan de deur klopte. Hij zei, ik was vroeg wakker vanochtend. Waar moeten jullie naartoe? Dus hij heeft ons keurig netjes naar de overkant gebracht. Dus als het ware zijn we met het pontje hier overgevaren. Dus ja, die 200 meter van de Maas, die missen we. Maar die pakken we wel weer ergens extra op de route met de camera neerzetten. In ieder geval, we liggen vol op trek. Prima op tijd. Dus de laatste etappe vandaag van Eijsten naar Maastricht. En die telt ongeveer 16, 17 kilometer. En dan zit de hele tocht er uiteindelijk op. Laatste etappe van de Dutch Mountain Trail. En we zijn goed, hè? We zijn goed. We hebben geen blaren meer. Geen blaren. Griekse yoghurt op. Griekse yoghurt op. Lekker poepjes laten onderweg. Let's roll. We zijn begonnen aan de laatste klim van de Dutch Mountain Trail. Dat is de Nopservant. Die ligt dus hier in België aan deze kant van de Maas. We zijn er net mee begonnen en ik heb hier even het profiel van de tocht. Je ziet een rood puntje en we zijn nu net 100, 200 meter ver. Nou, die Observant die is echt teringstijl. Je ziet het, alle kleren zijn al uit, want het is direct zweten. En we zijn pas 150 meter onderweg. En het grootste gedeelte van die berg moet nog komen. Dus ik stel voor, laten we gaan. Dames.
vaders. Kick off you. Nou, daar zijn we. Top van de Observant, de laatste berg van de Dutch Summit Trail. Dutch Mountain Trail. Het is niet de hoogste, by far de zwaarste berg. 157 meter hoog. En we staan er. Kijken of we dan nog een paar schoenen kunnen vinden. We staan bij de Ensi, bij de Mergelgroeven, de Ensi Mergelgroeven. Hier is de gewinning van Mergel gestopt in 2018 en het gebied is teruggegeven aan de natuur. Het wordt netjes onderhouden natuurlijk, maar het is meer dan, echt meer dan 150 meter diep. Van de bovenrand helemaal tot de onderkant hier van het meer. Dat is echt bizar. Zo, de klimmeters zitten er allemaal op. Het is alleen nog maar dalen vanaf nu. En voor me, voor ons, Maastricht. Even omdraaien. Daar ligt Maastricht. Dat betekent het einde van de tocht. Nou ja, einde kilometertje nog voordat we in Maastricht staan. Maar de Maas zien we liggen. 6 dagen Dutch Mountain Trail. 100 kilometer. En 700 meter. Maar ik heb vanochtend op de app gekeken. We komen uiteindelijk tot 110 kilometer. Een keertje verkeerd gelopen. Alle keren cameraatjes halen, cameraatjes neerzetten, teruglopen. Dus het zit flink in de benen nu. Mooie tocht toch? Absoluut. Mooie tocht. Nou, tot in Maastricht. Ergens een koude pils halen.